We hebben overwogen om de hele teen weg te halen. Bij een wasbeerhond. Een mooie witte hond. En deze heeft iets heel bijzonders. Die heeft een extra nagel. Sterker nog, eigenlijk twee nagels. En ze heeft ook helemaal vier extra tenen. En ze is helemaal vast met een botje aan de poot. Nou, we overwogen om de hele teen weg te halen. Maar dat is al een serieuze ingreep. Ook omdat het bot dan zit vast aan een andere botje. Van echt een orthopedische ingreep. Dan ben je hier niet helemaal op voorbereid. Nou, de nazorg is lastig. Je kunt niet even het dagelijks verband wisten bij een wasbeerhond. Moet je te vaak voor verdoven. Dus we gaan niet alleen de teennagel weghalen. Beste mensen, de nagels zijn eraf. Hier liggen ze. Dat ziet er mooi uit. We hebben dit verder gehecht. We hopen dat het een beetje van af blijft. Tijdens het opereren hebben we een stuwbandje erop gezet om bloeding wat te voorkomen. Nou, verder is het een mannetje. Dat hadden we al een beetje geconstateerd. Ik zal even laten zien. De vraag was of hij gecastreerd moest worden, maar we konden geen balletjes vinden. Nou, net als een hond hebben ze een penisbotje, een baculum. En die zit hier mooi verborgen in de dikke vacht. Die oor zit helemaal mooi verborgen in het haar. Ze zal niet zo gauw koude oren hebben. He, dat is net als polvossen zo. Niet te grote oortjes. Als het 's nachts heel hard vriest, dan heb je het lekker warm. Nou, Aiko die begint langzaam een beetje wakker te worden. En gaat zo meteen in zijn mandje. Heeft nog een chip gekregen van het team hier. En, we gaan even zo kijken waar die in kan. En dan zo. Kijk. Talita, die met veel zorg wordt hij in zijn bench gelegd. Zo. Nou, dan blijft er even een uurtje wat liggen bij kamertemperatuur. Want hij woont eigenlijk buiten. En die hond, dan komen ze, kan natuurlijk wat afkoelen. En die kunnen we ook goed in de gaten houden. En nou, hij ademt lekker. Hé, altijd een beetje spannend. Zo'n beetje een hoop wol. Lastig te zien hoe zwaar die is. Maar schat, voor een kilootje of 6, 7.